Show. 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 Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramik en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder! Hele goedemorgen, dames en heren. Van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Oh, heerlijk om zo iedere dag weer om tien uur gewoon met jou te mogen online zijn en live te zijn. En wauw, wat een verschil. Mijn dag is meteen anders. Dus dankjewel, dankjewel dat ik die mag, die de mag doen. Thanks dat jullie erbij zijn. En let's go, want vandaag ga ik het hebben over: nou, wat zijn de nou meest gemaakte fouten van ondernemers? Wat maken, waarmee maken. Ondernemen zijn enorme fouten tijdens de Black, Black Friday Sales Challenge, alright? Daar ga ik het zo meteen over hebben. Maar laat ik als eerste jou, ja, mijn lieve podcastluisteraar, bedanken voor het beluisteren, voor het geïnteresseerd zijn en vooral voor het volgen. Na, 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 wat is het, drie weken stilte, zijn we er weer volop in. Dus dankjewel, dankjewel voor je never ending love en alle mooie berichten die mij gestuurd hebt. Vandaag zitten we op 142.849 downloads. Ja, zeker. We gaan richting de 150.000 downloads, jongens. Echt, echt, stel je nou eens hoor. Kan, kan je het getal 150.000 doen? We je voorjaar, ik bedoel, ik was. Ik weet nog dat ik hier een grafiek op kantoor ging. Dat toen we tegen de duizend gingen. Dat ik helemaal mijn dag ging zeggen. Yes, duizend harten die geraakt zijn. En nu zitten we bijna tegen 150.000. Dus dankjewel, dankjewel. Iedere ochtend ben ik jullie ontzettend dankbaar. Thanks dat je er bent. En laat ik meteen de dag beginnen met een. Uh Item. De quote van de dag. Je kunt erover praten, je kunt het over discussiëren, je kunt het over, over van alles dan wat vinden, maar zolang je het niet gedaan hebt, heb je geen recht om een mening te vormen. Oké, okay, waarom zeg ik dit? Dit heeft betrekking met Black Friday-actie. De meeste mensen die negatief zijn over Black Friday zijn de mensen die het nog nooit zelf gedaan hebben. Onthoud dit. Het is net alsof je nog nooit gevoetbald hebt en dan kritiek hebt op de tactiek van bijvoorbeeld Ronald Koeman. Dat right? is raar. En toch zijn mensen op deze manier gewaard. Toch vinden mensen dit rechtvaardiging. Right? Vandaar dat ik alle tegenstanders van Black Friday-acties of wat dan ook, het Amerikaans vinden of whatever reden ze hebben om niet mee te doen, zeg ik altijd: heb je wel eens een Black Friday-actie gedaan? Heb je wel eens gecheckt hoe het zou werken of zou kunnen werken voor jou? En de meeste antwoorden, ik heb nog nooit iemand gehoord die zei: ja, ik heb meegedaan, ik zal het nooit meer doen. Want degenen die hebben meegedaan, weten A. Je leert er ontzettend veel van. B. Je leert ontzettend goed campagne voeren. En C. Doordat je fouten gaat maken, leer het volgende keer beter te doen. Oké? Okay? En vandaag, toevallig, kijk maar hieronder, gaan we het hebben over de meest gemaakte fouten. Met andere woorden, dit is wat ik wens dat je doet. Oké? Okay, dit is niet om te zeggen: nee, 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 je hebt een fout gemaakt. Dit is niet een ding om te zeggen: ja, zie je wel, je bent slecht of wat dan ook. Nee. Hiermee bedoel ik: ga deze fouten zelf niet maken. Ga andere fouten maken zodat je ervan gaat leren. Mijn zorg is dat je diegenen die het niet gaan doen, dat je never, nooit zullen gaan leren. En dan is het zonde. Want dan onthoud je zelf een fantastische ervaring. En ik heb gisteren meer dan zes redenen genoemd waarom je het mee zou moeten doen. Dus als je nog niet meedoet, dat betekent dat je nog steeds in je uh, bezwaren zit. Dus dat, dat je nog steeds liever gelijk wil hebben dan geluk. En mijn doel van vandaag is om je te helpen om dat te voorkomen. Zodat je weet, oh deze fouten zijn al gemaakt, hoef ik niet te maken. All right? <laughs> Ja, een hele morgen lieve Chantal. Fijn dat je er bent. En dankjewel dat je weer dagelijks erbij bent. Echt. Dit is een enorme boost. Dankjewel. Ook voor mij en ook voor het programma. Thanks a lot. Thanks a lot. En Chantal, volgens mij ben jij gisteren begonnen met jouw met jou Black Friday actie. Ik ga hem even erbij halen. In plaats van helemaal aan het eind. Helemaal aan het eind van, van het programma jouw het gewoon benoemen. Laat ik gewoon beginnen om jou meteen de erkenning te geven. Dat jij een fantastische Black Friday actie hebt. Want meestal wacht ik tot het eind van het. De, eind van de, van de uitzending met Blessing of the madam en Gewoon even om, om heel. Just just for doing that, omdat het kan. Hey, ga met z'n allen naar www.mixmediafan.nl. Www en zorg ervoor dat je haar fantastische aanbod gaat halen. Want het zijn twee prachtige kaarten. Het zijn twee producten. Dus niet één. Dat is de 26-tellende uh, 26 Greetings Card en de 62-inspiratiekaart-tellende. Kaarten die ze nu in aanbieding heeft in plaats van 108 euro, dames en heren, nu voor slechts 22 euro. Het is meer dan 80% eraf, alright? Ik beveel het van harte aan. Ik bevel het van harte aan en jullie weten het, ik trek iedere dag uh, deze prachtig mooie kaarten. Maar nu wat ze gedaan heeft, ze heeft niet één product, maar twee producten. Met een totale waarde van 108 euro heeft ze een aanbieding voor slechts 22 euro. Nou, ik had het geweten als ik jullie was, betere special deal van Black Friday is er niet. Dus ik gun het jullie graag dat je het gaat halen en ik gun het Chantal want uh, ze doet het de hele jaar door fantastisch mee met alles en ze is zo consistent mogelijk dus bij deze en uh, zeg dank je al voor het noemen ik heb inderdaad een waanzinnig Black Friday actie dit jaar yes there you go en dat is je ontzettend gun die Chantal uh, zeg tuurlijk heel waardevol jouw ja, show alsjeblieft 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 dan weet je guys Check it out, www.mixmediafan.nl. Want ik kan, haar, ik kan haar aanbod straks ook aan je laten zien. Waarom, je, waarom ik haar aanbevel, maar waarom ze die fouten niet meer gaat maken, oké? Okay? Meer dan 80% korting, je hoort het via Mixmediafan.nl. Alrighty. Even kijken hoor, of ik het geluidje erbij kan doen. Want dit is een geluidje wat gaat over de. Gaat over de. Ja, even kijken. Joybringer. Joy, even kijken. Ik moet echt. Applaus wat erg. Even kijken hoor. Ik heb mijn geluid schoon kwijt. Uh, wow. Ah ja, dit is het geluid wat we gaan doen. Dus, anyways, we gaan het hebben over, over vijf meest gemaakte fouten van ondernemers met hun Black Friday-actie. Alright? Ga achterover zitten. Again, dit is niet om je naar beneden te halen. Dit is niet om je mee, mee, mee te doen. Dit is niet om je een verschrikkelijk gevoel te geven. Maar het is meer om je te laten zien. Deze fout hoef je niet te maken. Alright? Fout nummer één. Let op. Fout nummer 1 is. Wat ik zei. Geen actie ondernemen. Jo, niks voor mij. Ja, nee, het staat Amerikaans. Oh, laat andere mensen doen. Uh, ja, mijn, mijn doelgroep zit niet op te wachten. Of diegene net als gisteren van ja, ik geloof in waarde geven. Het moment dat ik mijn waarde heel veel korting ga geven, dan betekent dat ik het te veel heb gevraagd. Dus dat ga ik allemaal niet doen. Allemaal die onzin mindfucks die mensen hebben. Don't do that. Ga in de rij en begin je eerste Black Friday actie, alright? Dat is fout nummer 1. Fout nummer 2: heel simpel. Je hebt het net bij Chantal gezien. Hier volgens mij heeft ze zelfs gezegd. Meer dan 80%. Meer dan 80% korting. Dat is het minimale wat je wil doen. Niet een korting van. Ja, ik heb Black Friday ik Denk, Oké, okay, hoeveel korting geef je dan? Nou, 10%. Of 5%. Of weet ik veel. 30%. Dat zijn geen Black Friday acties, dames en heren. Dat zijn gewoon mooie sales acties. Dat ik mag je tijdelijk doen. Weet ik veel wat alles. You know. Maar Black Friday begint al bij minimaal 80%. Right. Je, gaat, je gaat zien, aankomende vrijdag heb ik een, heb ik een geweldige Black Friday-actie waarbij je 99%, 99% uh, uh, korting van mij gaat krijgen. Okay? Niet omdat ze het niet waard zijn. Niet omdat ik ze uh, devalueer, de 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 waardeer of hoe die value in. Uh, nee, omdat het een Black Friday is. Heel simpel. Dat is ongeveer de grootste kortingactie van het jaar. Dus geef ik 99% korting. Heel simpel. Right. Dus... <coughs> Fout nummer 1 op zijn Nederlands sales gaan doen Voor tegen 10% of tegen 5%. En dan denk ik, je, wauw. Jeetje man. Of sommige dingen zeggen ja, geen administratiekosten. Yo, uh, administratiekosten, waarom moet, ik dat, maar waarom moet ik dat betalen? Hoezo moet ik Als ik me ergens in ga schrijven, moet ik voor de administratiekosten gaan. En dan gaan ze dat eraf halen en dan doen ze dat korting. Ja, guys, dat kan niet, oké? Okay? Anyways, volgens mij is dat fout nummer 2: veel te weinig korting geven tijdens de Black Friday. Fout nummer drie, let op, dat is na de Black Friday-actie geen opvolging doen, geen follow-up doen. Mega, mega grote fout. Nu heb je heel veel gepromoot, nu ben je bezig geweest met de campagne, dan denk je, oh nou, Black Friday is afgelopen, klaar, we horen nooit meer van jou. Dat is echt een mega, mega fout, want hoe word je dan gezien? Dan word je als een verkoper gezien. Dus doe dat niet. Zorg dat je als een expert wordt gezien die er altijd is. Voor, tijdens en na een actie wil je gewoon bij zijn. alright? Daar wil je gewoon bij zijn, lieve dames en heren. All right? Dus zorg ervoor dat je... Er bent ook in je follow-up, dus bedenk alvast... Wat ga ik maandag, dinsdag, woensdag na de Black Friday actie doen? Hele belangrijke vraag. Want dat betekent dat je langetermijnlijk... Dat betekent dat je gaat anticiperen wat er gaat komen, oké? Okay? Dus is fout. Nummer... Drie... Fout nummer vier is heel simpel. Wat die dame gisteren liet zien, is dat je een tijdproduct, dus je coaching sessie of een, de training die jou tijd kost, als Black Friday actie gaat doen. Doe dat niet. Black Friday is juist de bedoeling dat je een actie gaat doen. waarbij jou als ondernemer, jou als, jou als leverancier van een bepaalde product of dienst, geen tijd moet kosten. Alright, dus ik ben absoluut niet. Ik zou nooit zeggen tegen jou dat je bijvoorbeeld een bepaalde 1-op-1 <coughs> sessie weg moet gaan geven. Als je dat doet, ben je heel slim. Dan ga ik het anders later vertellen waarom het zo handig is. Maar ga niet je tijd inleveren voor je Black Friday salesactie. Want dan word je teleurgesteld. Dan zeg je: Ja, Ramik, ik heb geluisterd. Ik heb een paar 1-op-1 sessies weggegeven. 10 van 1-op-1 sessies waar ik normaal gesproken 500 euro kon verdienen. Heb ik niks verdiend. En al die 5 mensen hebben niks gekocht van, van mij. Zie je wel, het werkt niet. Dus doe dat niet. Als je net het begin met Black Friday, doe een online programma. Of doe een checklist. Of doe een webinar weg, of een audio, of een podcast, of wat dan ook. Iets wat maar gewoon een link is wat jij kunt delen. Alright? Dat is ontzettend belangrijk. En ik ga even, mijn glas water staat daar. Ik begin een kriebel te krijgen. Wacht even. <kwijden> Excuses. Um, af en toe heb ik last van mijn keel. Excuses, um, wat zei ik nou? Yes, dus geen tijdproducten als Black Friday doen. Zeker als je begint, <coughs> ga niet allemaal. Dingen in aanbieding doen die jou heel veel tijd gaan kosten, want die gaat vruchtgefrustreerd raken. Want Black Friday is niet bedoeld om heel, heel veel sales te doen. Black Friday is bedoeld juist om ervoor te zorgen dat je meningwijs gaat groeien zonder dat het al te veel tijd ja, ja, gaat kosten. Oké, okay? dat, dat je kan automatiseren, alright? Dus dat is fout nummer 4. Ah, dankjewel. Thanks. Thanks voor je gezondheid. Hè. Dankjewel, lieve Chantal. Dus dan gaan we naar fout nummer 5. let op deze fout maken. Nou ja, behoorlijk wat ondernemers. Niet genoeg promoten. Niet genoeg promoten van tevoren. Dit is de week. En niet genoeg promoten tijdens Black Friday. En heel bescheiden. Ja, Armiek. Uh, ik heb één keer genoemd, toch? In mijn live uitzending. Oké. Okay. Ik heb het uh, één keer ergens, uh, ergens uh, gepost. Ja, één keer. Maar dat is nooit genoeg. Onthoud dit. Mensen moeten minimaal zeven keer jou visual hebben gezien, moeten ze minstens 70 keer jou hebben gehoord... over een bepaalde aanbieding, wil het blijven hangen. Sommige ondernemers denken, ja, als ik maar één keer noem... of het staat op mijn website, ook weer zo'n opmerking... het staat op mijn website, ja, yeah, nobody cares... want niemand gaat naar je website toe. You know? Als je daar niet een social media promotie gaat doen... als je dat niet in je live uitzending gaat doen... als je daar geen reels van gaat maken... als je dat niet op verschillende vormen gaat promoten, voel on... Ja, dan is het niet raar dat het niet gaat lopen, dames en heren. Ga niet zeggen: Oh, ik wil mijn mailinglijst niet spammen. Of ik wil niet mijn mailinglijst daarmee uh, laten schrikken. So what? Je mailinglijst is er om jouw business te gaan ondersteunen. En als ze al schrikken van een twee e-mails per week, ja, dan heb je een probleem met je eigen overtuiging. En met de training van je mailinglijst. Ik stuur mijn mailinglijst drie mails per week. Op een zondag, op een dinsdag, op, uh, op een donderdag, you know? Dus dinsdag, donderdag. Uh, 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 dinsdag, donderdag en zondag is mijn mailing gewend ...van mijn mail te krijgen. En als ze het niet willen, ja, dan schrijven ze zich lekker uit. Maar guess what? Gebeurt niet. Het gebeurt niet omdat ik ze zo van mail. Het gebeurt omdat ze iets anders zijn gaan doen, of baan hebben gekozen, of niet meer geïnteresseerd zijn. That's it. All right? Dus stop met jezelf te underpromoten. Ondernemers hebben een ziekte dat heet underpromotie. Okay? Zeker in Nederland de bescheidenheid. Oh, ik wil niet overpromoten. Ik heb een hele discussie gehad op de hockeyclub. Waar ik op een gegeven moment de promotie, pro, promotieactiviteiten heb overgenomen. Dat, dat, dat diegene die aan de promotiekant, kan, dat die deelde gewoon niks. Die deelde gewoon nauwelijks wat. Eén keer per week misschien iets. En dat was het. Nou, dat heb ik lekker op zitten schroeven. Nou, dan kreeg ik van alle kanten weerstand. Vooral, vooral van ouder publiek. Want die waren het niet gewend. Want die vinden al, al, altijd heel vaak dingen veel te veel. Ja, oké, okay, dat is niet de audience. Maar de jongeren vinden het fantastisch. De account is drie keer zo hard gaan groeien. En Instagram is een van de beste manieren geworden om anderen te gaan bereiken. Nu staat al die berichten in de rij. Wat, wat, wat ze heel graag willen posten, oké? Okay? Dus diegenen die toen tegen waren, zijn nu aan, in de rij aan het staan van: wil je alsjeblieft dit bericht gaan posten? Dat is wat je wil. Dus je kan je never nooit overpromoten. Geloof me, in Nederland zijn er heel weinig bedrijven die zich overpromoten. Oké? Okay? Er zijn juist heel veel bedrijven die bescheiden zijn, met één post per week genoeg nemen, of één mailing per maand, dan heet dat: ja, ik heb het gepromoot, ik heb het laten horen. No way. Oké, okay? dat heb je niet gedaan, dus stop met jezelf te onderpromoten. Ik ben al de hele week, gisteren, vandaag, aan het vertellen. Aanstaande vrijdag van 11 tot 1 ga ik iets fantastisch doen, dus blok je agenda. Alright, ik ben het al de hele week aan het doen, zo ga ik ook de hele week dat tegen jou zeggen. En ik ben al de hele week tegen jou aan het zeggen dat ik een Black Friday actie heb met meer dan 99% korting. You know, dan ben je alvast aan het voorbereiden, alright? Ben je alvast aan het voorbereiden? En Chantal zegt yes, trots zijn op je product of dienst goed promoten. Het is toch de bedoeling dat je mensen aantrekt? Absolutely. Oh, oh, dat was de, was de dat had die anderen moeten zijn. <coughs> absoluut, absoluut, Dus Ga niet in deze fout namelijk. Dit waren de eerste vijf meest gemaakte fouten. Maar natuurlijk heb ik er nog een eentje voor je. De zesde meest gemaakte fout. Wat ik zie, bij mij is gewoon heel simpel. Veel te dure producten te gaan aanbieden. Oké, okay, wat betekent dat? Dan hebben ze een jaarprogramma van, I don't know, 5000 euro. En dan gaan ze op Black Friday dat aanbieden tegen 2500 euro. Het is 50% korting, maar het is nog steeds 2500 euro. Dus de Black Friday acties. Ik, ik zou altijd iets doen onder de 100 euro. Onder de 50 euro zelfs. Oké? Okay? Dus hou het heel goedkoop en laagdrempelig. Ga niet je een op een coaching zitten weggeven. Alright? Dat zou ik never nooit doen. Want het zijn A. Veel te waardevolle dingen. B. Kost het je veel tijd. En C. Niemand gaat iets met Black Friday. Als ze dat nog, nog, nog nooit hebben gedaan bij jou. Dan gaan ze niet meteen een product van 2500 euro aan jou. je dat? Uh, um, gaan, gaan ze niet 2500 euro aan jou betalen. Gewoon. Dat kan niet, want daar is, is de Black Friday-actie niet voor bedoeld. Black Friday-actie is bedoeld dat je ze laagdrempelig binnen gaat halen met heel veel korting, maar zo heel goedkoop gaat aanbieden. Dus dingen boven 100 euro, ja. Weet je, ik zou het je niet aanbevelen. Tenzij je een mega marketingmachine hebt, tenzij je een grote naar hebt, tenzij je zeker weet dat dit, dit is wat ze gaan doen. Tenzij je dat hebt, dan zou je het kunnen doen. Maar voor de meeste ondernemers zou ik het altijd leggen. Onder de 50 euro, whatever you do, zorg ervoor dat het, dat het niet je duurste producten zijn. Want dat gaat niet lopen. Dan ga je weer "Klaar, Ja, Ardemiek, ik heb naar je geluisterd. Ik heb 80% korting gegeven. Ja, op wat voor product? Ja, op een product van 10.000 euro. Ja, het is nog steeds. Blijf dan sales van 2.000 euro. Als je daar 80% korting op geeft. Dat is een moeilijke sales. Oké? Okay? Dus ik zou zeggen, maak iets moois, maak iets waardevols, maak iets wat geautomatiseerd kan worden, weinig tijd van jou gaat kosten, en bied het aan voor 7, 17, 27 euro. Oké? Okay? Zorg ervoor dat, oh, uh, dat je die range gaat houden, oké? Okay? Dit waren de zes meest... Dus zes meest gemaakte fouten van ondernemers tijdens de Black Friday komt eraan. Fout nummer 1 is gewoon geen actie doen, nog steeds in bezwaar zitten. Fout nummer 2 is veel te weinig korting geven, 10% of 5%, een soort van Dutch deal. Fout nummer 3 is geen follow-up actie doen daarna, alright? geen follow-up plan hebben. Fout nummer 4 is een tijdproduct aanbieden, iets wat jou heel veel tijd gaat kosten... ...waarbij je heel snel gedemotiveerd raakt wanneer mensen niet van jou gaan kopen... Fout nummer 5: niet promoten of onderpromoten van je aanbieding. En fout nummer 6: zoals ik zei, veel te dure producten aanbieden tijdens de Black Friday-actie. En zoals ik zei, zorg ervoor dat je deze fouten niet gaat maken, dames en heren. Deze fouten hoef je niet te maken als je naar nou mij luistert. En even kijken of ik het. Ja. Dit waren ze, dit waren de vijf meest gemaakte fouten. Laat me hieronder weten, welke fout heb je het meest aange... Welke herken je? En als je een andere fout ziet wat je herkent, laat me ook hier weten. Want ik ga nu naar de blessing of the day van Chantal natuurlijk. En dan gaan we daarna... Dan laat ik je weten wat ik morgen ga doen, oké? Okay? Dus laat me weten, wat herken je in deze fout? Herken je een actie van iemand of van jezelf? En welke vind je meest herkenbaar? Dan hoor ik het je graag. De blessing of the day. Ah, wat een prachtig mooie kaart. Life is a journey, not a destination. Ralph Waldo Emerson, grote filosoof. Life is a journey, not a destination. Dus geniet van de reis en kijk niet altijd: oh, ben ik aangekomen, ben ik niet aangekomen. Geniet in je omgeving. Kijk om je heen, net als bij Black Friday-actie. Geniet van je campagne, geniet van je stappenplan. Kijk maar wat werkt, wat niet werkt. Ontzettend belangrijk, want het is gewoon net, net als iedere andere actie, gewoon een campagne. Alright, dus life, life is a journey, not a destination. Check it out. En zoals je gehoord hebt, ik ga dat weer uithalen. Ga naar mixmedia.van.nl wanneer je de prachtige mooie Black Friday actie van Chantal wil hebben. Namelijk, wat is de actie? Even kijken. Twee prachtig mooie kaarten zetten. Eentje is een greetings card. Dat zijn allemaal uh, van Ansichtkaarten met prachtig mooie quotes en tekeningen erop, die ze zelf hand heeft gemaakt. En de tweede is haar natuurlijk wereldberuchte 62 Inspiratie Inspiration cards, waarbij je 62 kaarten hebt. Die heb je gezien. Iedere dag trek je een. En deze twee samen hebben een waarde van meer dan 108 euro. Deze twee hebben samen meer dan 108 euro. En ze heeft. 80% korting geven. Dus dan heb je het over 22 euro. Maar liefst 22 euro korting. Maar liefst voor slechts 22 euro kan je twee prachtig mooie producten gaan aanschaffen via mixmediafan.nl Dus check het out. Ga naar mixmediafan.nl Zorg ervoor dat je haar Black Friday actie gaat halen. Want het zijn twee prachtig mooie producten: een greetingscard en een Inspiration Cost Set voor slechts 22 euro. En Chantal zegt ja, dit was een mooie kaart. Gewoon elk moment bewust zijn van waar je bent. En genieten van alles wat op je aankomt. Yeah, absolutely. En yes, Mixmedia van.nl. .no. Dus check it out, Mixmedia van.nl. .no. Als je ja, een prachtig mooie Black Friday actie wil zien. En again, ik was er vandaag hier voor je graag met vijf meest gemaakte fouten van ondernemers tijdens een Black Friday Sales Challenge. En morgen, morgen gaan we het hebben over vijf simpele stappen. Hoe zet je nou een Black Friday-actie in elkaar? Hoe zorg je dat je een succesvolle Black Friday met dus een dus onweerstaanbaar aanbod? Gaan we het morgen over hebben? Wat is het om je staanbaar aanbod-template voor je Black Friday actie? Ik hoop je het morgen te zien. Ik vind het geweldig om weer hier aanwezig te zijn. Dankjewel, lieve live-kijkers. Dankjewel, lieve Chantal, dat je erbij was. Dankjewel, degene die in herhaling gaan kijken. En dankjewel, jij, mijn geweldige podcast-luisteraar. Het is weer geweldig om hierbij te zijn. Dus thanks again, guys. Dankjewel voor alles. Ik wens jullie een prachtig mooie dinsdag. En Morgen ben ik weer om. Op dezelfde tijd, dezelfde plek om 10 uur hier. Dan zie ik jullie graag daar. Maak er een prachtig mooie dinsdag van. Hasta luego, hasta mañana. See you morgen. Cheers. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu, helemaal gratis, mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, dames en heren, dankjewel. Thanks dat jullie er waren. Check voor de aanbieding van Chantal. En ik zie je graag morgen om 10 uur met de 5 simpele stappen. See you later, guys. Enjoy.